Deelnemers, start vrij. Voor het eerste Victory 5 onderdeel, dames en heren, de 10 deelnemers aan het strandpaviljoen Klavertje 4 prijs stellen zich op achter de startauto. Ook nu weer 1720 meter de gevraagde afstand. Twee favorieten, de nummers 1 echt wel KJ met Michel Rodenkatter en de 10 Emir Labrousse en Hugo Langeweg junior. Nog 100 meter, 50 meter. De start is gevallen, de paarden zijn onderweg. Galoppade voor paards nummer 3, Belenos de Cruzon. En ook een galoppade voor de 4, Donna Fleur. En zo gaan de deelnemers op weg door de eerste meters. Uitgeschakeld nummer 3, 3 galop. Komt aan de buitenzijde Ever or Never naar voren en heeft ook al een prachtstart gehad. Het paard van Hugo Langeweg junior, die ligt al op de derde plaats. En dat is Emir Labrousse. Paarden komen op weg naar de rechte lijn voor de tribune. Op de vierde plaats komt Rob de Vlieger door met zijn Empoleon BR. En achter Empoleon BR is dan aan de binnenzijde paard nummer 2, Gitano Arrega. En die krijgt aan de buitenzijde schuin naast zich de 9. En Emma Wielinga voor de 8, Donder Freo. En dat zijn de voorste paarden als de deelnemers afkoers op de overzijde van de baan. Met een kop van het veld, nog altijd die nummer 6, Ever or Never. Ever or Never heeft een anderhalve lengte voorsprong. Op de tweede plaats daarachter volgt dan paard nummer 1, echt wel KJ. Achter echt wel KJ is dan Emir Labrousse. En achter Emir Labrousse volgt Empoleon BR. Die Empoleon BR wordt op zijn beurt gevolgd aan de binnenzijde door paard nummer 2, Gitano Arrega. Dat zijn de voorste 5 met aan de buitenzijde daarachter opkomend Emma Wielinga. Maar vooraan geeft Tom Kooijman aardig gas achter Ever or Never. Een Diamond W-zoon van Toy Merckx heeft een lengte voor. Maar heel waakzaam daarachter Michel Rodenkatter met zijn nummer 1 echt wel KJ. Die wil zich niet in laten sluiten. Betekent dus dat hij mogelijk wat in de melk te brokkelen heeft zo. En achter deze nummer 1 kan ook heel mooi naar voren trekken paard nummer 10 Emir Labrousse. Daarachter Empoleon BR en achter Empoleon BR aan de binnenzijde Gitano Arrega. En de koploper gaat nu van de benen. Galoppade aan kop van het veld voor paard nummer 6 Ever or Never. En dan nemen de twee favorieten het hier over. Waarbij paard nummer 1 echt wel KJ echt wel de leiding nummer 6, nummer 6 galop. Maar die Emir Labrousse op de tweede plaats die wil van geen wijken weten. En daar gaat de koploper van de benen. En dan heeft Hugo Langeweg junior gewonnen spel denk ik. Tenzij Empoleon BR nummer 1, 1 galop. Nog iets wil gaan doen en die komt in ieder geval wel met elke stap dichterbij. Empoleon BR op de tweede plaats in de achtervolging op Emir Labrousse. Maar de zoon van Goodmans Wood die heeft nog altijd die 2,5 lengte voorsprong. En dat moet op die korte laatste rechte lijn van Alkmaar voldoende zijn om dat uit te zingen. En dat wordt nu ook in praktijk gebracht. Het is Emir Labrousse. Na mooie tweede plaats nu de overwinning. Tweede, zeer bevredigend debuut voor Empoleon BR. En daarachter de strijd voor plaats 3. En daar kwam de 6 nog naar voren, Ever or Never, voor de 8 Donder Freo. Er waren wat uitgeschakelde paarden. Ik laat dat even over aan de rechter. Maar voor wat betreft de overwinning, ja, dat stond buiten kijf. Voor de 10, Emir Labrousse.